PSV voor het eerst dit jaar een wedstrijd verloren. Maar is dat genoeg voor hun om het hele seizoen te vergooien? Ik ga ze overnemen voor de aankomende 10 seizoenen om te kijken hoeveel trofeeën ik met hun kan winnen. En onderweg gaan we kijken wat voor bizar team we kunnen bouwen en het doel is om PSV de club van een decennium te maken. Dit is het PSV team wat ik moet gaan doen. En als ik naar de team kijk is er heel veel wat we kunnen verbeteren voordat we een Champions League gaan winnen. Niet alleen doen we mee voor die Eredivisie titel, maar doen we ook mee in de Oranje Beker. En natuurlijk de UEFA Champions League. We moeten zoveel mogelijk trofeeën proberen te winnen, want elke trofee is 1 punt. En dit jaar gaan wij samen kijken met welk team wij de meeste trofeeën kunnen winnen in 10 seizoenen. Dus abonneer even als je dat niet wil missen. En je kan nog steeds meedoen om het Nederlands elftal shirt te winnen. Laat even weten hieronder waarom je die wil winnen. We hebben spelers zoals Joey Veerman, Irving Lozano, Noah Lang en natuurlijk Super Luc de Jong. Dit team moet minimaal 5 van de 10 eredivisies weten te winnen. Dit is het PSV-team wat we hebben. En dit team is niet verkeerd. Ik weet alleen niet zo goed wat ik van deze opstelling vind. Dit is al een stuk beter. Ik hoop dat dit team veel trofeeën hopelijk gaat opleveren. Ik bedoel, de meeste spelers zijn nog jong. En dat middenveld Til, Schouten en Veerman is goed op weg. Toekomst hebben we ook in deze Tilman en Ricardo Pepi. En ook spelers als Tigo Lamp. Hij is pas 17 jaar. Voor dit seizoen denk ik dat het middenveld goed staat. Maar achterin is denk ik waar we het meeste kunnen verbeteren. Dest en deze ben ik ontzettend blij mee. Romaglio is al 31 jaar en echt aan vervanging toe. Dus het eerste seizoen wil ik gaan voor een nieuwe centerback. Het voordeel aan PSV is we hebben een redelijk sterke bank met Lozano die hier nog gewoon zit te chillen. Maar we hebben niet echt een backup middenvelder. We hebben alleen maar aanvallende middenvelders, dus daar wil ik ook voor gaan. Als Eredivisieclub hebben we niet zoveel budget als een Real Madrid of een Paris Saint-Germain, maar 34 miljoen, daar kunnen we best wel wat mee. Maar onthoud, in deze serie mogen wij maar 2 transfers maken per seizoen. Dus we moeten wel zorgen dat ze tellen. En ik heb al iemand op het hoog. Lucas Beraldo van Paris Saint-Germain. 19 jaar, Braziliaans. Past eigenlijk perfect als vervanging van Romaglio in ons team. En ze hoeven maar 8,1 miljoen. Dus dat is echt een koopje. Als we hem voor 8 miljoen binnen kunnen halen, dan ben ik echt ontzettend blij. Dus laten we dat gewoon bieden. Ja, dat vind ik oké. Oké, dat is onze eerste transfer done. En Beraldo wil zelfs een pay cut nemen om bij ons te komen spelen. Dus ja, I'll take it. Beraldo, welkom bij PSV. En voor seizoen 1 denk ik eigenlijk dat ons team wel goed is zo. Er is nog één ding wat ik misschien wil doen. En dat is Malik Tilman permanent naar PSV halen. Eigenlijk liever nog Serginho Dest. Dus laten we dat nog doen. En als Dest dan ook akkoord gaat, halen we hem naar PSV voor 15 miljoen. En dan is dat eigenlijk alles wat we kunnen doen dit seizoen. En ik denk dat Luc dit seizoen nog wel even een jaartje meegaat. Maar volgend jaar moeten we echt op zoek naar een vervanger. En tijdens deze serie wil ik 3 talenten in de gaten gaan houden. Als allereerste Tigo Land, 17 jaar, 62 algemeen, maar ik weet zeker dat hij een topper kan worden. Naast hem hebben we Jason van Duiven. Misschien wel een van mijn favoriet opkomende spitsen op het moment. Ik zie zoveel dingen van hem voorbij komen op social media. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. En als derde Ricardo Pepi. Nog niet de basisspits van PSV, maar ik wil wel ervoor gaan zorgen dat hij dat wordt. En is hij hopelijk over een paar jaar goed genoeg om in ons team plaats te nemen. En voor de eerste paar seizoenen lenen wij ook Tigo Land en Ricardo Pepi uit aan verschillende clubs. En daarmee is dit dus ons team voor het eerste seizoen. Maar we hebben een probleem. Boskagni ligt eruit voor 6 maanden met een gebroken rib. Dit is een heel groot probleem. En helemaal omdat we al 2 transfers hebben gemaakt. Maar 1 daarvan was toevallig een centerback. Dus Beraldo krijgt al heel snel een kans in ons elftal. En wie weet, tegen de tijd dat Boskagni terug is, heeft Beraldo wel gewoon een plekje verdiend hier in dit elftal. Het is wel heel vroeg in het seizoen dat we een speler kwijtraken. Nu begin ik me toch wel iets meer zorgen te maken, maar het is en blijft een solide team. We komen er wel uit. Laten we simuleren naar het einde van seizoen 1. Het is juni 2024. En kunnen wij de Eredivisie winnen? We kunnen dat inderdaad. Trofee 1 is in ieder geval binnen. De Oranje Beker winnen we ook. Wat een seizoen. We gaan niet door in de Champions League. Maar wel in de Europa League. Alleen verliezen we de laatste 16 van Villarreal. Einde van het eerste seizoen. En ons team is flink aan het groeien. Ons Cagney is teruggekeerd. Maar was nooit meer de oude. Hij is wat omlaag gegaan dit seizoen. En Beraldo heeft het ook nog niet echt laten zien. Spelers als Lang en Joey Veerman zijn omhoog. Maar Luc de Jong daarentegen, ja, hij is al wat ouder. Het is geen groei bij een team wat je zou zien als we Real Madrid zouden zijn. Maar ik ben tevreden. En helemaal als we 2 punten binnenhalen in het eerste seizoen. Luc heeft er wel op losgescoord. 27 doelpunten dit seizoen. Wat een team hebben we hier neergezet voor het eerste seizoen. Dat is best wel indrukwekkend. Ik ben benieuwd naar de jeugdspelers. Tigo Land is nu 66 algemeen. En Jason van Duiven ook al 69. Ricardo Pepi is nu 76 algemeen.
Dat betekent dat hij na volgend seizoen gewoon als basisspeler bij ons terugkomt. Gegarandeerd. Volgens mij heeft hij het ook echt goed gedaan dit jaar. Want hij heeft alleen al 6 keer gescoord in 9 Europa League wedstrijden. Dat is ook al bizar. Maar in seizoen 1 hebben wij 2 punten weten te pakken met PSV. Seizoen 2, geen tijd om stil te staan. Het is tijd om die Eredivisie nogmaals te winnen. Tot nu toe hebben we 2 punten gehaald. Maar het wordt wel echt tijd om Luc de Jong te vervangen. Het enige probleem, Ricardo Pepi is nog steeds uitgeleend. Dus misschien moeten we toch nog 1 seizoen geven. Daarentegen wil ik wel vervanging gaan zoeken voor Walter Benitez. Ondertussen is ook Tycho Land weer terug in Eindhoven. Dus misschien kunnen we hem gaan gebruiken. Voor nu 60 miljoen zou genoeg moeten zijn voor een goede keeper. En eigenlijk wil ik Bart Verbrugge naar Nederland halen. En voor 32 miljoen gaan ze akkoord. Bart Verbrugge, welkom in Eindhoven. En Verbrugge is zeker een goede vervanging voor de toekomst voor Benitez. Voor nu heeft Benitez de voorkeur. Luc moet nog 1 jaartje meegaan. Dan komt Pepi terug. En we hebben nog 30 miljoen. Wat kunnen we verbeteren? En als tweede speler wil ik gaan voor deze Andrea Costa uit de jeugdacademie. Hij ziet er bizar uit. En daarmee wil ik eigenlijk dit seizoen afsluiten. Dus laten we simuleren naar het einde van seizoen 2. Welkom in juni 2025. Het is ongelooflijk. We kwamen tot de halve finale van de Europa League. Newcastle wist hem ook niet te winnen. United won hem. Een topseizoen tot nu toe. Want dat is al echt heel ver voor een Nederlandse club. En we winnen ook weer een Eredivisie. Dat is trofee nummer 1. En ook weer een oranje beker. Dit had gewoon een treble kunnen zijn dit jaar. 2 trofeeën verder. En ons team, het ziet er wel beter uit. Het is wel echt klaar voor Super Luc. Al moet ik zeggen dat hij het wel goed doet. Ook al is hij zo laag. Iedereen in ons middenveld is 80 of hoger. En onze aanval ziet er ook wel beter uit. Op de flank in ieder geval. In ieder geval weer 2 trofeeën. Dat zet ons dus al op 4 trofeeën in 2 seizoenen. Dat is al beter dan clubs als Real Madrid hebben gehaald. Gustil is de topscorer dit jaar. Hoe heeft Luc het gedaan? Luc heeft 14 keer gescoord in 43 wedstrijden. Dat is oké. Gustil en Noah No zijn helemaal losgegaan. Veerman ook, vanaf center mid. Volgend jaar hebben we Pepi weer terug. En ik hoop dat hij een beetje heeft kunnen groeien. Land staat een beetje vast hier. Misschien moeten we hem weer uitlenen. En hetzelfde voor Jason van Duiven. Maar Pepi is onderweg om een echte basisspits te worden. Hij is nu 79 algemeen. Ja, hij past perfect in dit team. Ik bedoel, we deden serieus mee in de Europa League. Dus volgend jaar hebben we nog een kans. Seizoen 3. En ik denk dat we de Eredivisie en de KNVB-beker wel onder controle hebben. Ons volgende doel is de Europa League en daarna zelfs de Champions League. Maar om daar te komen moeten we echt wat achterin gaan veranderen. Ik heb Beraldo binnengehaald, maar hij groeit gewoon niet. We hebben echt nieuwe centerbacks nodig. We hebben 77 miljoen, wat echt bizar veel geld is. En ik wil verder gaan kijken naar jeugdtalenten. Ik wil gaan kijken naar de echt grote jongens. Süle is daar een voorbeeld van, maar hij speelt nu bij City. Die verdienen gewoon te veel. Nou, dit word ik wat vrolijker van. Dayo Upamecano, 70 miljoen. Als we hem binnen kunnen halen, hebben we echt een beest achterin. En ik wil stiekem kijken of we Tijani Reinders niet toevallig naar PSV kunnen lokken. Napoli wil 100 miljoen. 100 miljoen? Nee, dat gaan we niet kunnen betalen. Goed, geen Upamecano, maar wat dacht je van Nico Schlotterbeck? Die kunnen wij misschien net betalen. En wie weet zijn ze geïnteresseerd in Obispo. Ze willen Obispo, maar dan willen ze er ook nog eens 80 miljoen bij. Kijk, dat is gewoon veel te veel. Uiteindelijk, 63 miljoen en Obispo, dat is best wel een goede deal. En Schlotterbeck zelf was snel overtuigd. Nico, welkom in Eindhoven. Ik bedoel, ons geld is bijna op, maar we hebben wel echt een top centerback teruggekregen daarvoor. Wauw, dat is gelijk onze topspeler van het team. Verder wil ik dit seizoen nog een aantal spelers uitlenen en dan is het tijd om te simuleren naar het einde van het seizoen. Het einde van seizoen 3. Het team wordt beter en beter. Lang 85, Bakayoko 84, Pepi 82 en ook achterin zijn we flink aan het groeien. We ontbreken wel echt wat diepte op de bank, maar dat komt wel. Dit seizoen hebben we weer de Eredivisie gewonnen. En weer de Oranje Beker. De Champions League, we komen door de groep. Juventus eruit. De laatste 16 winnen we van Napoli. En de kwartfinale 4-3 verloren van RB Leipzig. Die ook in de finale staan tegen Bayer. We komen in de buurt. We zijn er nog niet. We komen in de buurt. Ondertussen is Verbrugge hoger dan Benitez. Dus die kan nu ook gaan spelen. Voor de volgende stap. We moeten eigenlijk op zoek naar nog een andere centerback. Ligt er een beetje aan of Beraldo is gegroeid. En dat is die zeker bij Chelsea. Land gaat ook hard omhoog. Oké, er zit nog toekomst in onze talenten. Beraldo, die kan niet dit seizoen, maar volgend seizoen terugkeren. Dat is in ieder geval top voor diepte op de bank. En eigenlijk moeten we een middenvelder hebben. Ja, nee. Eigenlijk we moeten het gewoon tijd geven. Na 3 seizoenen, 6 trofeeën. Dus 3 Eredivisies en 3 KNVB-bekers. Dat is insane. Op naar volgend seizoen. Seizoen 4. En wat wel leuk is om te zien, is dat ons team steeds meer wordt gebruikt voor internationale doeleinden. Ja, ik wil het eigenlijk dit seizoen gewoon zo laten. Ik heb vertrouwen in Boskagli en de nieuwe centerback die terugkomt volgend jaar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We gaan het gewoon nog een seizoen proberen op deze manier. Want
we winnen trofeeën. En als je trofeeën wint, dan, ja, waarom zou je wat veranderen? Dus ik besloot om nog wat spelers uit te lenen en vervolgens het seizoen te simuleren. Het einde van het seizoen en we winnen de Eredivisie weer. Oranjebeker, die winnen we niet dit keer. Laten we ervan uitgaan dat alles in de Champions League zat. Deze groep is bizar en Paris en Newcastle worden uitgeschakeld. We winnen van RB Leipzig dit jaar. En we winnen 4-2 van Barcelona. Maar we worden 3-1 afgeslacht door AC Milan in de halve finale. En de finale is weer Bayern München, maar dit keer tegen Milan. Maar wauw, wat een team hebben we hier neergezet in de Eredivisie. En we zijn nog lang niet klaar. Het is pas seizoen 4. Een snelle check-up op ons. Wat is hier gebeurd? Andrea Costa is nu 75 algemeen. Tigo Land is nu al 76 algemeen. Jason van Duiven is al 77 algemeen. En Lucas Beraldo komt terug als 80 algemeen basisspeler voor ons team. Ja, de uitleningen hebben flink hun best gedaan. Dit is echt bizar. Je zou zeggen, met de spelers en diepte die terugkomt, kan het niet anders dan dat we nog beter presteren in de Champions League. Ik ben benieuwd. 4 seizoenen in, 7 trofeeën voor PSV. Dat is al insane. Seizoen 5 en nu worden we gewoon gepest. Milan wint hem. Oké, ik snap het. Die hebben ons vorig jaar uitgeschakeld, maar nu hebben we versterking. Beraldo is terug in ons elftal. En ook Tigo Land neemt plaats op de bank. Ja, Costa heeft zich ook uitgesloofd. Dus wat, ja, misschien moeten we hem nog een seizoen uitlenen. Ik bedoel, er is geen plek op de bank voor hem, maar alsnog, dit team? Wauw. Ondertussen zijn we ook aan het stekken. We hebben 130 miljoen als PSV zijnde, maar we hoeven er eigenlijk niks mee te doen. Dus laten we gewoon simuleren naar het einde van het seizoen. Het einde van het seizoen, we winnen de Eredivisie. Dat is nu standaard. Oranjebeker, ja, hebben we ook al een aantal keer gewonnen. Maar dit is het echte werk waar we voor komen. We winnen van Leverkusen. We verliezen 2-1 van Aston Villa. Die is pijnlijk. En de finale is tussen Napoli en München. Weer geen Champions League dit jaar. Misschien moeten we toch iets gaan veranderen. Misschien een nieuwe rechtsback. Misschien toch een nieuwe centerback. En Ronaldo maakt het niet echt waar. Om de Champions League te winnen moeten we wel gaan verbeteren. En volgend seizoen gaan we dat doen. Ik ben wel benieuwd hoe goed Pepi het doet. 19 goals. Noah Lang gaat helemaal los samen met Bakayoko. Moeten we ons trouwens ook niet verkijken op Joey Veerman daar in het middenveld. Die is gewoon 89. 9 trofeeën uit 5 seizoenen. Op naar volgend seizoen. Trouwens, we komen steeds dichter bij die 100.000 abonnees. Dus als je me wil helpen, abonneer dan even. Dankjewel. Volgend seizoen was niet verkeerd, maar het kan beter. En daarvoor met 150 miljoen wil ik op zoek naar een nieuwe topspeler. Nu heb ik meer vertrouwen in Beraldo dan in deze, puur omdat hij jonger is. Dus ik wil gaan voor een nieuwe rechtsback. Trouwens, Mauro Junior is gewoon 85. Kunnen we Mauro niet gewoon hier spelen? Ik bedoel, hij kan ook op rechtsback. Waarom kom ik hier nu pas achter? Goed, op zoek naar een nieuwe centerback dus. Beraldo, ja, het kan gewoon niet. En waarom niet? Laten we gaan voor Sven Botman. Ik denk dat hij en Schlotterbeck echt een heel goed combi vormen achterin. En dus halen we hem binnen voor 95 miljoen. Daarmee houden we wel maar 50 miljoen over. Maar, I mean, het is een grote upgrade. En helemaal voor de bank ook. Want we hebben nu genoeg diepte op elke positie. Laten we het nog een keer proberen. Dit keer met een iets betere verdediging. Het einde van het seizoen. Ons team is bizar. Maar dat bizarre team kan niet de Eredivisie winnen. Ajax wint de Eredivisie. Wel een Oranjebeker. Het is geen trofeeloos seizoen tot nu toe. De Champions League. We gaan door de groep. We winnen van Real Madrid. Oké. We winnen van Inter. En we verliezen van Bayern München. Waarom is het steeds Bayern München die in de finale staat? Het is echt bizar. Het is een soort van downgrade geweest om ons team te verbeteren. Wat gebeurt hier? Ik hoop dat we volgend jaar een beetje budget krijgen, want ik wil eigenlijk hier die schouder gaan upgraden. Toch weer 1 trofee erbij. Dat maakt het 10 in 6 seizoenen. De leeftijden lopen ook wel aardig op. Schouten is al 32 bijvoorbeeld. En ook Gustil gaat niet heel lang meer mee, maar voor nu is die nog hoog en goed genoeg. Ik heb wel door, als we ooit een Champions League winnen, dan moet het binnen de aankomende 2 jaar gebeuren. Voor nu, op naar volgend seizoen. Seizoen 7, op zoek naar een nieuwe CDM. Waarom niet? Camavinga. Waarom niet? Ik hoop dat we hem kunnen betalen met 124 miljoen. Het wordt krap. We willen er 92 miljoen voor. Dat moet goed komen. 100 miljoen voor Camavinga. Nee. 102,5. Doe nou niet zo moeilijk. Oké, ze gaan akkoord. Zijn salaris is wel echt bizar hoog. 240.000 per week. Hij wil wel een flinke paycut nemen. Dus daar hebben we wel voordeel mee. En dit kunnen we betalen. Dus laten we het gewoon doen. Camavinga, welkom bij PSV. Schouten heeft wel een plekje verdiend op de bank. Laten we heel eerlijk zijn. Maar dit is een flinke upgrade. Maar is Camavinga genoeg om een Champions League te kunnen winnen met dit team? Ik denk het bijna wel. Moet ook gaan sparen, want Guus Stil is binnenkort ook aan de beurt. Nou, met 13 miljoen over.
over. Laten we simuleren naar het einde van het seizoen. Juni 2030 alweer. Dat betekent het einde van het seizoen. Ons team blijft groeien. En de aankoop van Camavinga heeft er wel weer voor gezorgd dat we een eredivisie hebben gewonnen. Geen oranje beker dit keer. Met geschakeld door Heerenveen in ronde 2. De Champions League. We toppen onze groep. We verliezen van Paris Saint-Germain in de laatste 16. Op een of andere manier, hoe meer we veranderen aan het team, des te slechter ze gaan spelen. Noah Lang is gewoon al 94. Noah. Ik weet gewoon niet meer wat we kunnen verbeteren aan dit team. Het loopt nu gewoon vast. Ik denk dat we het gewoon tijd moeten geven en gewoon nog een paar keer moeten proberen om die Champions League te winnen. Wel weer een trofee erbij. 11 trofeeën in 7 seizoenen. Laten we gaan naar seizoen 8. Seizoen 8 en zonder na te denken, laten we gewoon simuleren naar het einde van het seizoen. Het einde van seizoen 8 en ik krijg deze intro. En als jullie mij volgen, dan weet je wat dit betekent. Een Champions League finale. En daarvoor hebben we Napoli, Tottenham en Dortmund uitgeschakeld en komen we tegen AS Monaco. Van iedereen had ik hun niet verwacht hier. Ons team is er klaar. Iedereen is... Nee, wat een team, hé. Eén probleem, Veerman heeft rood. Dus Tigo Land mag de eerste Champions League finale voor PSV gaan spelen. Als dat maar goed gaat. Voordat we die finale gaan spelen, we winnen de Eredivisie en de Oranje Beker. Wat betekent dat dit gewoon een treble kan zijn voor PSV. Ik hoop dat het genoeg is. We gaan hem simuleren en we verliezen de Champions League finale van Monaco. Mauro mist zijn penalty. Noah Lang is helemaal losgegaan met 2 doelpunten. 8 seizoenen gespeeld. 13 trofeeën. Maar nog steeds geen Champions League. We hebben nog 2 seizoenen. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Seizoen nummer 9. Willen we nog wat aanpassen aan het team? Eigenlijk wil ik Til gaan vervangen. Hebben we daar genoeg? We hebben 219 miljoen. Wow. Dat is genoeg om naar de big boys te kijken. Jamal Musiala. Ik wil hem. 157 miljoen. Dat kunnen we betalen. Musiala, welkom in Eindhoven. Til, je hebt het goed gedaan. En je verdient ook zeker een plekje op de bank. Maar Musiala, welkom in het team. Misschien is dit precies wat we nodig hebben om die Champions League te kunnen winnen. We gaan erachter komen. Laten we simuleren naar het einde van het seizoen. Het einde van seizoen 9. Wat een team. We winnen de Eredivisie met gemak. En ook de Oranje Beker, natuurlijk. De Champions League toppen we de groep. We winnen van Arsenal. We verliezen van Napoli. En Milan Dortmund. De Champions League. Dit is dus de 1 na laatste poging voor de Champions League. We hebben nog maar 1 poging hierna. En we moeten alles uit de kast halen. Ik wil nog 1 keer kijken naar onze jeugdtalenten, wat nu geen jeugdtalenten meer zijn. Andrea Costa is nu 78 algemeen. Ook Tigo Land is 78 algemeen. Jason van Duiven is nu een bankspeler. 81 algemeen. Zal bij heel veel clubs als basisspeler starten. En dan hebben we natuurlijk onze Ricardo Pepi. 93 algemeen. Misschien wel een van de beste spitsen ter wereld. Wat heeft hij dit seizoen gedaan? Hij heeft 30 keer gescoord dit seizoen. Dat zegt al genoeg, toch? Oeh, Noah Lang is wel aan het kelderen. Die gaat min 2. Oeh, Noah No op je feestje. En met 15 trofeeën in 9 seizoenen kan PSV net die top 5 niet meer halen. Ze kunnen namelijk maximaal 18 halen en de nummer 5 heeft 19. Maar goed, als ze dat weten te halen, dan concurreren ze wel gewoon met Real Madrid en Manchester United. Dat is echt bizar. Laten we kijken hoe we het in het laatste seizoen hebben gedaan en gelijk simuleren naar het einde. Het einde is aangebroken en we hebben nog 1 kans op die Champions League. En wees niet getreurd, Ajax en Feyenoord komen eraan en misschien nog wel meer Nederlandse ploegen. Laat even weten met wie ik dit de volgende keer moet doen. Topscorer Johan Bakayoko dit jaar 97 algemeen is ook wel echt bizar. Onze jeugdtalenten Land heeft zich uitgegroeid tot een van de beste wisselspelers op de wereld. Het is gewoon een wisselspeler. Jason van Duiven daarentegen had basisspeler kunnen zijn bij heel veel ploegen, maar niet bij ons PSV. En Ricardo Pepi is misschien wel een van de beste spitsen ter wereld geworden. Hoe staat het team ervoor? Oh, we zijn aan het kelderen. Veerman is nog maar 86. Lang is nog maar 89. Mauro is nog maar 6. Oh, dit moet... Oh, dit wordt een pittig. Tegen wie spelen we? Tegen Barcelona. En daarvoor hebben we Marseille, Sevilla en Bayern uit voor geschakeld. Wie weet kunnen we nog winnen. Laten we even kijken in de Eredivisie. Die winnen we. En de Oranje Beker, die winnen we niet. Oh, geen treble dit jaar, maar een Champions League zou ik heel tevreden mee zijn. Alleen, dan moeten we hem wel zien te winnen. We simuleren en we verliezen 4-2. Oh, PSV, arm PSV. 1 trofee in hun laatste seizoen. En dat brengt het totaal op 16 trofeeën in 10 seizoenen. Wat voor een Nederlandse ploeg helemaal niet slecht is. En klik hier als je wil zien hoe ik dit met Manchester United heb gedaan.